in een café. Het is 2 uur 's middags en ik drink een kop thee. Verse munt, ik kijk rond. Maakt mij echt niks uit dat ik alleen ben. Ik lees een goed boek of twee. Eet pekanotentaart, want dat is nu hip. Ik plan mijn eerste wereldtrip. Of tenminste een trip door Oost-Europa. Als vrijgezellenvrouw in Utrecht zwem je in een zee met te weinig vissen, terwijl je zelf een octopus bent. Dus ook aan de vissen heb je niks. En zul je maar zien dat de enige man die ik leuk vind en die mij ook ziet zitten, Henk heet. Dat is toch geen naam voor een man onder de 60, toch? Hij heeft die naam niet zelf gekozen, tenminste dat denk ik. Behalve als het een artiestennaam is. Maar welke artiest heet nou Henk? Kijk, als hij nou Jerome zou heten, of Claude, of Hans, of Sjoerd, dan zou ik met hem naar een romantische Italiaan aan de Oude Gracht kunnen gaan. En we zouden elkaar urenlang in de ogen kijken. En dan naar een romantische voorstelling van Romeo en Julia in moderne adaptie met allemaal pretentieuze aanspelingen op Charlie Hebdo. En daarna zou ik met hem naar huis gaan. En we zouden samen de fris gewassen lakens induiken. Onze lichamen zouden één worden. We zouden gepassioneerd met elkaar zoenen. En uiteindelijk de liefde bedrijven. Maar dat gaat hem dus niet worden, want hij heet Henk. Dat kan gewoon niet. Dus ik zit in mijn café. De pekanotentaart is lang al passé. De thee is op. Misschien toch maar naar huis dan. Dank jullie wel. Leuk dat jullie geluisterd hebben. Ik was Isabel Nolten.